een gegeven moment hadden we zoveel kikkervisjes. We hebben van die witte bakjes waar ze dan hun vangst in doen. Nou, de kikkervisjes die puilden gewoon uit het bakje. Zoveel waren het er. De kiem van de liefde voor de natuur wordt vaak gelegd in onze kinderjaren. Door als kind lekker te struinen door alles wat groeit en bloeit. Het waterschap laat kinderen graag kennis maken met kikkers, salamanders, zeldzame plantjes en al het andere dat in of bij het water vliegt, kruipt, zwemt en fladdert. We struinen mee langs de oevers van de Oude IJssel bij Doetinchem. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel weten over de natuur en over wat het waterschap allemaal doet. Daarom leiden wij ze graag rond. De Oude IJssel hier is een mooie plek om ze rond te leiden. Er is veel te zien. Ja, om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het leuk om kinderen ook rond te leiden. Zodat de ouders ook 's avonds thuis horen wat het waterschap allemaal doet en wat er in de natuur te zien is. Dus zo bereiken wij een grote groep mensen. Natuur en water, dat is eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder water geen natuur en omgekeerd natuurlijk ook. Ja, door natuur te ontwikkelen neemt de natuurwaarde toe. De kwaliteit van het water gaat omhoog. Ja, en zo versterkt elkaar alles. Staatsbosbeheer ontwikkelt ook veel natuur, maar aangezien het waterschap eigenlijk vrijwel alle oppervlaktewater beheert, is het logisch als er natte natuur ontwikkeld moet worden dat het waterschap daarbij betrokken is. Struin jij wel eens door de natuur? Nee, helemaal nooit. Nee. En wel eens met je ouders de natuur in geweest op een mooie zondag? Ja, wel eens, maar niet vaak. Probeer mij nou eens uit te leggen wat er nou zo mooi is aan de natuur. Ik vind de dieren leuk. En de bomen en de planten. En wat is jouw favoriete plantje, beestje of vogeltje? Van het vogeltje de ijsvogel. En van de plant het riet. En van de boom de eik. Wel eens iets gemaakt in de natuur, een hut of zo? Ja. Alleen die stort het ook eens in. Niet goed gemaakt? Ja, maar toen ging het stormen en toen was een soort windhoos achter. Toen stortte die in. Een wegboomhut. Yep. Het is hartstikke leuk dat de kinderen hier meekijken hoe de natuur zich ontwikkelt. En juist gewoon heel belangrijk voor ons dat de kinderen enthousiast zijn. Vanuit de Europese Unie hebben we de opdracht gekregen om ecologische doelen op te stellen voor de watergangen. En dat hebben we ondertussen gedaan. En nu zijn we bezig om die doelen eigenlijk te gaan realiseren. Om onze watergangen natuurvriendelijk te maken, leggen we her en der natuurvriendelijke oevers aan, flauwe taluuts. We zorgen ervoor dat de oude waterlopen weer aangesloten worden aan bestaande watergang. En we leggen vispassages aan. Ja, naast al die planten en dieren levert het ook een enorme belevingswaarde op. Mensen kijken toch graag naar een natuurlijk ingerichte beek dan naar een rechte sloot. Meneer, mag het waterschap extra geld gaan uitgeven om de natuur langs de watergangen nog mooier te maken? Ja, natuurlijk. Dat is nogal logisch, hè? Jazeker. En met name fietspaden en al dat soort dingen. Dat we helemaal van Doesburg naar Ulf kunnen fietsen. Dat mag van mij. Dat mag zeker. Want de natuur is nog niet mooi genoeg. Ik denk dat ze eerder moeten kijken naar de mensen die de natuur vernielen. Die moet je tegenhouden. Nou, nee. Nee. En waarom mag dat niet van u? Nou, ik heb iets tegen de natuur, omdat daar veel te veel geld naartoe gaat. En dingen die ik belangrijk vind, daar wordt geen geld aan uitgegeven. Dus ik krijg steeds meer de pest aan alles wat met milieu te maken heeft.
En wat zouden ze dan als eerste aan moeten pakken met die extra bak met centen? De vervuiling, denk ik. Dat sowieso. En wat vindt u belangrijk? Verkeer. Doorstroming van het verkeer. Geen puin open zoals in Doetinchem. Er ligt heel veel troep in het water. Ik denk dat ze dat in eerste instantie aan moeten pakken. Ik zou ook wat bloemetjes willen zien. Beetje gekleurd. Ik denk dat langs de oevers heel veel te verbeteren is. Ook wandelpaden, bijvoorbeeld zoals hier bij dit water. Een wandelpad tot aan Doesburg langs het water, bij wijze van spreken. Water en landschap zijn met elkaar verbonden. Daarmee is het waterschap Rijn en IJssel een van de belangrijkste vormgevers van ons landschap. We zijn dagelijks aan het werk in het landschap. Om ervoor te zorgen dat mensen zonder wateroverlast kunnen wonen. En om verdroging van natuur en landbouw tegen te gaan. Dat doen we in goed overleg. Met aandacht voor de belangen van bedrijven, bewoners en recreanten. Als waterschap proberen we steeds oplossingen te bedenken die bijdragen aan een mooier landschap. Heeft u daar ideeën over? Wilt u rechtstreeks invloed uitoefenen? Stel u dan beschikbaar voor ons algemeen bestuur. Kijk op onze website kiesvoorwater.nl. Kies voor veilige dijken. Kies voor schoon water. En kies voor een leefbaar landschap.